Het Frans Hals Museum in Haarlem bezit 5 schutterstukken van de schilder Frans Hals. Deze imposante groepsportretten zijn de topstukken van de museumcollectie en behoren tot de hoogtepunten van de 17e eeuwse schilderkunst. Frans Hals maakte de schutterstukken tussen 1616 en 1639, hoogstwaarschijnlijk in opdracht van de Haarlemse schutterij. In de loop van de eeuwen is er veel met de schutterstukken gebeurd. Ze werden beschadigd, ze werden verhuisd en ze werden verhangen. En meer dan eens werden ze gerestaureerd. In 1984 besloot men de 5 schutterstukken opnieuw te restaureren. Een grootscheepsproject dat 3 jaar zou duren. We volgen de restauratie van de officieren en onderofficieren van de Sint-Joris-schutterij. Een zorgvuldige compositie waarbij de kleuren en de houding van de figuren de gevarieerdheid in het doek brengen. Het is het laatste schutterstuk dat Frans Hals maakte in 1639. Frans Hals zelf was ook schutter bij de Sint-Joris-schutterij. Volgens de overlevering staat hij er ook op, te midden van de schutters. Op het restauratieatelier van het Frans Hals Museum wordt de restauratie uitgevoerd door restauratoren uit binnen- en buitenland, onder leiding van Anne van Grevenstein. Ze moesten gerestaureerd worden omdat wij vonden dat de gele vernislaag zo geel was en de overschilderingen van die kwaliteit dat men Frans Hals niet meer op zijn waarde kon waarderen. En dat is op zich een esthetische reden om een restauratie aan te gaan. De grootste beschadiging in dit schilderij is een hele grote winkelhaakscheur in de rechterbovenhoek. Die is bij de vorige restauratie dichtgeplamuurd en weggeretoucheerd. En men kan vermoeden hoe de verloop van de barst is, maar heel precies weet je het door normaal ernaar te kijken niet. Natuurlijk zijn er altijd ook structurele problemen. En het enige structurele probleem hier is dat het doek in de loop der tijden een beetje uitgezakt is. Men noemt dat een buik in het schilderij, een hangbuik. We hebben besloten om eerst schoon te maken en dan zouden we proberen om het doek aan de onderkant los te maken in eerste instantie. En dan kijken of we die bolling niet kunnen reduceren. Dit soort beslissingen neemt de restaurator niet alleen. Hij neemt dat met de begeleidingscommissie. We hebben besloten om stap voor stap iedere keer weer te bekijken wat je moet doen. Een beetje uitgespied en dan aan de andere kant losgemaakt. Bij de begeleidingscommissie stond voorop dat men zo min mogelijk wilde ingrijpen. En de ingrepen moesten reversibel zijn, omkeerbaar. Zij moesten ongedaan gemaakt kunnen worden bij volgende restauraties, zonder de originele schildering te beschadigen. Daarom werd afgezien van een nieuw steundoek. Het oude was nog sterk genoeg, mits de schilderij het museum niet meer zouden verlaten. Daar werd voor gekozen. Koos Levy, zij is kunsthistoricus, onderzoekt de geschiedenis van de schutterstukken en reconstrueert vroegere restauraties. Het voordeel van de schutterstukken is dat ze dat ze niet in particuliere handen zijn geweest. Dus dat ze in semi-openbare of openbaar gebouwen hebben gehangen en dat daardoor vastgelegd is wat ermee gebeurd is. Zo weten we bijvoorbeeld over de schutterstukken wanneer ze gerestaureerd zijn. En dat is voor het eerst gebeurd, zijn dan in notulen, is dat vastgelegd, in 1690. Toen zijn de schutterstukken in de Cuveniersdoelen schoongemaakt en bijgeschilderd. Het is heel grappig dat er niet vermeld is, waar dan ook, wie de afgebeelde personen zijn op de schilderijen. En aan het einde van de 17e eeuw kreeg men toch een enorme behoefte om de personen te identificeren. En dan wordt er vanuit de schutterij wordt er een commissie, een aantal oudere heren gevraagd om alsnog de schilderijen langs te gaan en om de personen te identificeren.
En in 1740 dan wordt officieel besloten om op de schilderijen cijfers aan te brengen. En de cijfers corresponderen dan met naamwoorden waarop de namen van de afgebeelde personen zijn geplaatst. Bepaalde historische toevoegingen kun je afvragen of ze niet zo historisch zijn dat ze een deel zijn gaan uitmaken van het doek zoals het nu is. Bijvoorbeeld deze nummertjes. Dan kun je zeggen, oké, laat je dat zitten of niet. En met de commissie hebben we daar ook weer besloten om ze te laten zitten. Omdat ze, ten eerste worden ze weer in die lijsten tentoongesteld. Dus er is een soort logisch verband tussen de lijst en dat kleine overschilderingetje. En nou ja, ze maken deel uit van de historie. De nummers op de schutterstukken blijven, maar oude restauraties en overschilderingen die verkleurd zijn en storend om te zien, worden wel verwijderd. Als de vorige restaurator, en dat gebeurt heel vaak, onoplosbaar wordende verf gebruikt heeft en we moeten het toch weghalen, dan gebruiken we een heel scherp, wat wij een scalpel noemen, wat ze ook in de chirurgie gebruiken, een heel scherp mesje. En we gebruiken een stereomicroscoop die het werkvlak sterk vergroot. En dan halen we heel langzaam die overschildering weg. Als het niet mee zit, dan doe je bijvoorbeeld een vierkante centimeter in een halve dag of zoiets. Hè? Dus dat vraagt wel veel geduld. We hebben de behandeling van dit schutterstuk geraamd op 6 maanden. De vergeelde vernis van de vorige restauratie door restaurator De Wild wordt verwijderd met een oplosmiddel dat de originele verf van Frans Hals, maar ook de originele vernislaag niet aantast. Het weghalen van een gele vernislaag op een hele lichte partij is veel sterker zichtbaar dan als je die weghaalt op een donkere partij. Dat verandert veel minder visueel. Als ik hier dat hele dunne gele laagje weghaal, verandert dit veel minder sterk dan als ik daar dat gele laagje weghaal. En dat is trouwens vroeger bij de eerste schoonmaak van De Wild, in het begin van deze eeuw, is het trouwens een rel geweest. Het publiek was heel erg geschokt, zo geschokt dat ze bij de balie van het museum kleine stukjes geel glas uitdeelden om het publiek in staat te stellen om de schutterstukken zo weer geel te zien. Professor van Asperen de Boer begeleidt het natuurwetenschappelijke onderzoek bij deze restauratie. Op verschillende plaatsen worden zeer kleine verfmonsters van het schilderij afgehaald. Zo'n verfmonster, sterk vergroot, laat de verschillende verflagen zien. Door de verfmonsters te analyseren is het mogelijk de oorspronkelijke soorten verf te achterhalen die Frans Hals heeft gebruikt. Zo'n verfdoorsnede is ook nuttig voor de restaurator, want in sommige gevallen kan daarmee al of niet bewezen worden of een overschildering is aangebracht. En dat is ook gedaan bij dat cijfer. Op historische gronden vermoedt men dat die cijfers op de oranje scherpen gezet zijn in de 18e eeuw. Maar we hebben daar dus ook een monstertje genomen en een verfdoorsnede laat zien dat tussen het witte cijfer en de oranje scherp een vernislaag ligt. En dat betekent dus dat het schilderij eerst gevernist is en enige tijd later, hoe laat is dan weer moeilijk, er dus een laag opgekomen is. Röntgenfotografie is een ander belangrijk hulpmiddel bij de restauratie. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt dat de schutterstukken in de loop der tijd zware beschadigingen hebben opgelopen. De grootste beschadigingen zijn ontstaan in het doelengebouw, toen dat gebruikt werd door militaire gezelschappen met weinig ontzag voor de traditie en rijke erfenis van de schutterij. In de 19e eeuw, in de Franse tijd, dan
krijg je allerlei andere militaire groepen. En het is mogelijk dat die ook geoefend hebben in de doelen. In ieder geval is er een notitie gemaakt van de beheerder dat in 1810 de schilderijen vernield zijn. En hij noemt daarbij dat het waarschijnlijk door recruten is gebeurd die daar met de bajonet doorheen gingen. En op een van de schilderijen is heel duidelijk zichtbaar dat er enorme vernielingen hebben plaatsgevonden. Voordat je aan de restauratie van zo'n groot doek begint, moet je weten wat de reële staat van conservatie is. Zo'n doek is bedekt met meerdere lagen vernis, overschildering. Als er dan beschadigingen aanwezig zijn, dan kun je niet zomaar bepalen hoe groot die zijn en waar ze zich bevinden. Nu, een zeer belangrijke onderzoeksmethode die we gebruikt hebben is zo'n röntgenfoto. Alle schutterstukken zijn tijdens het vooronderzoek geröntgend. En haarfijn zie je op zo'n foto alle draadjes van het oorspronkelijke doek lopen. Je ziet het krakelé wat in de verf zit, als zwarte haarfijne lijntjes. En je ziet dan inderdaad die breuk in het doek die nu opgevuld is met plamuur en overschilderd helemaal. Na het weghalen van de vergeelde vernis, wat je hier ziet, en het weghalen langs de scheur en over de scheur van de overschildering die hier nog zit, wordt de reële omvang van de scheur zichtbaar. Als ik hier later de overschildering weghaal, dan zal men het echte verloop van de scheur die men kon voorspellen op de röntgen zichtbaar worden. Het rode wat je hier ziet is wat in het restauratierapport staat. Het is het plamuur, de vulmiddel, de bolusplamuur wat de vorige restaurator gebruikt heeft om die scheur op te vullen. Dus op niveau te brengen, dat er geen verspringing is in het niveau. En als hij dat gedaan heeft, heeft hij de boel zeer breed overschilderd. Je ziet dat die retoucheerverf vrij makkelijk in hetzelfde oplosmiddel als de oude vernis weggaat. En je ziet dan hier het kleine eerste spoortje van die bolusplamuur verschijnen. Toen de schutterstukken in 1819 weer zware beschadigingen opliepen, besloot de gemeente Haarlem de schutterstukken over te brengen naar het stadhuis. Daar werd een museum ingericht, waar ook werd gerestaureerd. Door de rigoureuze aanpak van de restaurator en de slechte klimatologische omstandigheden gingen de schilderijen er sterk op achteruit. Er komt een moment dat vooral de schilderij van Hals, de schutterstukken, maar ook de regenten er heel slecht uitzien. Hij heeft dan een methode gebruikt om met alcoholdampen de vernislaag als het ware weer soepel te maken met een substantie die na verloop van tijd een hele erge grote waas op het schilderij achterliet. Dat wordt gemeld door een bezoeker, niet een onbelangrijke bezoeker, en die schrijft een artikel in de Telegraaf in 1909 en dat vormt de aanleiding voor een geweldige discussie. Dan komen ineens de schilderijen van Hals en de schutterstukken zo ontzettend in de belangstelling en voor het voetlicht. En dan wordt er ook schande gesproken van de situatie in het museum zelf. En het is natuurlijk heel verdrietig dat dan min of meer de schuld geschoven wordt op de restaurator, terwijl ook de klimatologische omstandigheden in dat museum erbarmelijk schijnen zijn geweest. Daarom worden de schutterstukken in 1913 overgebracht naar een nieuw gemeentelijk museum, het Frans Hals Museum. Onder leiding van een nieuw aangestelde restaurator, de heer De Wild, wordt in 1921 begonnen met het restaureren van de schutterstukken, waarbij voor het eerst gebruik gemaakt wordt van natuurwetenschappelijk onderzoek. Dat project dat duurt vrij lang en dat is heel prestigieus. Daar zijn rapporten van bijgehouden en daar is van dag tot dag, als het ware, is daarbij aangegeven wat hij deed.
En tevens zijn de bezoeken daarbij aangetekend. En dan zie je dus dat tal van hoogwaardigheidsbekleders, dat de burgemeesters, maar ook de conservator van het Louvre en leden van het Koninklijk Huis komen kijken naar dat restauratieproject. Dus hij moet het ontzettend druk gehad hebben. In 1927 eindigt dit project. Dan zijn de stukken klaar en dan worden ze weer opgehangen. En dan blijft de belangstelling en er worden ook tal van excursies worden naar het museum worden er gehouden. En we zijn in het gelukkige bezit van een verslag waarin De Wild in 1931 iets vertelt over de restauratie. Hij zegt dan: in de tegenwoordige toestand bevinden de schilderijen zich reeds een groot aantal jaren. En dan eindigt hij: het aanzien is in die periode onveranderd en er is geen reden om aan te nemen dat de tegenwoordige perfecte staat zich ooit ingrijpend zal wijzigen. Dat vind ik echt. Dus daarmee mikte hij als het ware op een soort van eeuwigheidsduur. En dat is wel natuurlijk volstrekt tegengesteld aan de filosofie die op dit moment gehanteerd wordt. De volgende fase, als dit klaar is, ik had het over die toch wezenlijke structurele problemen. Het uitzakken van het doek namelijk. Nu dat het schoonmaken voltooid is, gaan we proberen om aan de onderkant al die spijkertjes die het doek zogenaamd moeten vasthouden of vastzetten, al die spijkertjes die zijn dwars ook door de oorspronkelijke verf heen geslagen. Die gaan we toch proberen heel voorzichtig eens aan de onderkant los te maken om het doek van zijn eigen gewicht als het ware de kans te geven om weer recht te gaan hangen. Om te vermijden dat hier aan de onderkant van dit spijkertje mogelijkerwijze kleine restjes oorspronkelijke verf blijven hangen, ga ik een heel klein beetje oplosmiddel bij het spijkertje en eronder laten indringen om de overnis die tussen de spijkerkop en de verf aanwezig is, om die een beetje te zwellen. En dan kan ik proberen om voorzichtigjes die spijkertjes los te maken. En ik probeer om eerst een beetje van de bedoekingsspecie los te maken om er makkelijker bij te kunnen. En zo, die is goed losgekomen. Wat we nu doen is een laagje vernis aanbrengen om de kleuren meer diepte te geven. Twee is dat deze laag aangebracht wordt voordat wij beginnen met onze eigen retouches. Dat we zeggen dat er een soort fysieke afscheiding is tussen de verf van Frans Hals en onze eigen toevoegingen. Wezenlijk zal het schilderij dan niet meer veranderen. Kleine beschadigingen zullen nog wel weggewerkt worden, maar het is een vrij ontroerend moment, omdat het die ontdekkingsfase afrondt en afsluit daardoor, letterlijk en figuurlijk. Eigenlijk zou ik hier willen stoppen, maar dat kan niet altijd. Het is wat overblijft van de verf van Frans Hals. Het is schitterend. Het is heel overtuigend zo op zich. Eigenlijk zou je niets meer eraan hoeven toevoegen. Maar het is nu eenmaal het gebruik dat de restaurator nog een stapje verder gaat. Dat is gewoon zijn plamuur geweest. Als hij het heeft over bolusplamuur, dan is het dat. Je ziet het ook vaak over. Regelmatig komt de begeleidingscommissie bijeen om zich in het atelier op de hoogte te stellen van het verloop van de restauratie. Dat zou niet. Oh ja,
Professor Van de Wetering, een kunsthistoricus, verwoordt de veranderde visie op restauratiegebied. Ja, er is een vrij ingrijpende wijziging in de manier van denken over restauratie. Je zou kunnen zeggen dat zo'n 50 jaar geleden het beeld voorrang had. En we spreken dan wel eens over een soort van cosmetica, het herstel van het wat men zich voorstelde dat het schilderij geweest was. En ik wil niet zeggen tot elke prijs, maar men ging vrij ver in zijn ideeën loslaten op dat schilderij. Dat betekent in de praktijk dat er bijvoorbeeld nogal ver gaat overschilderd werd. Als er zo'n klein beschadigingetje was, nou, dan kon je wel eens zo'n grote kring van overschilderingen erover hebben, omdat dat dan overeenkwam met wat men wou. Maar tegenwoordig is wat bijvoorbeeld op een plekje wat men dan rustig wil integreren in het schilderij, of een dergelijke akelige beschadiging hier in het oog, wordt dat zo gedaan dat het eigenlijk zo met een watje weer weg te halen ook is, ook over 50 jaar. Dus hoofdzaak is een veel grotere bescheidenheid, vooral ook omdat men heeft geleerd dat eigenlijk je het altijd verkeerd doet. Je bent, als het ware, je moet een compromis zoeken en je kunt er donder op zeggen dat ze over 50 jaar vinden dat het anders of beter zou kunnen. Die kans moet men de toekomst geven. En dat was iets wat men vroeger niet zo echt beseft. Men dacht, we doen het goed, dus het is goed. Maar u ziet, het moet toch over. Een mengsel van hars en was wordt verwarmd en op de kleur van de achtergrond gebracht met verfpoeder. De warme massa wordt aangebracht in de beschadiging. Met een elektrisch verwarmde spatel wordt het mengsel voorzichtig en gelijkmatig verdeeld. Plastic velletje is in siliconen rubber een afdruk gemaakt van de craquelé-structuur van het schilderij. Dit wordt op de vulling gedrukt en zo ontstaat hier eenzelfde craquelé. Nadat alle beschadigingen zijn opgevuld, kan worden begonnen met het retoucheren. Alle grote en kleine beschadigingen worden zorgvuldig en geduldig bijgewerkt met een mengsel van natuurlijk vernis en verfpoeder. Hierna wordt over het doek een slotvernis aangebracht en kan het schutterstuk weer naar de museumzaal. Yeah.
Na 3 jaar is er een eind gekomen aan een intensieve restauratie. Een restauratie die niet, zoals vroeger, bedoeld is voor de eeuwigheid, maar misschien slechts voor 1 generatie. Restauratoren van een nieuwe generatie kunnen dan, zonder schade aan de oorspronkelijke schildering van Frans Hals, deze restauratie weer ongedaan maken.